Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwniel.com Herenmode en Vierdaag Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De vrouwt Schutter in jou het weer een beetje oors uit de orde weken na 2 overwinnings op FC Eindhoven en op Telstar. En beide keren, ja echt, waard de nul houden. Er zit weer zwong in de groep, verneemt trainer Henk de Jong. Ja, dat is het gevoel weer van winnen. Maar ik gewoon dat we heel goed aan het trainen zijn en hoe doen we dingen tactisch. Hè? Als je in een systeem die aardig spelen kennen. Ja, dat is echt heel leuk om het nice te bedenken. Ja, dat vinden jongens ook leuk, dat merk je dan alles. Hè. Er zit zwang in de ploeg. Wie verneemt dat om, naast dat het juist op het trainingsveld? Oh, ik in mij denk hoe systeem, door in lietse groepjes. En dan lippen Shen wat er gebeurt. En er wordt open op praat hoe we dat dan. En dat gaat zelf in de kop. Maar dan ik bij de jongens, oké, wat kunnen we nou doen? En dat. En dan komt dat iets. En dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Ja, dat is echt leuk. Voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag is er eens in een puzzelstukje dat Henk de Jong lizzemat. Remco Balk, ja, het is geen grote verrassing. Hij is skorst om te zien 12e gele kaart krijgen verline weken in de wedstrijd in FC Eindhoven. Hij moet vervangen worden. Augustin Anello is blessure, is geen optie. Het zou Wiebe Kooistra wezen kennen of toch Jeremy van Mullum, met toch verder de Jong Troskoot. Nee, niet van dat alles. Het wordt Matthias Natti. Hij kan en verdedigen en aanvallen, dus hij zit direct naar de goal. Daar had ik een hele goede trap. In standaard situaties, dus dat laten we maar gewoon nemen. Ja, het is een jongen die komen hier een verrassing kennen. Een beetje een Braziliaanse speler, maar die kromme poortjes. Hij is een lange kerel, kromme benen van hem. Hè, en de sterkte en zijn body wat er broekt. Ja, een beetje een Braziliaanse speler. En net in de trucjes, maar gewoon in de degelijkheid en de sterkte. Dus ik denk dat hij wel vier komen kennen in zijn toekomst. Zien Heid komt uit Ghana, doosjes wat Braziliaan zien hem en het is een Ljouter. Dat mag een mooie mix wezen. Ja, dat Ljouter maar had. Dat is het belangrijkste. Nee, mooi. Mooi ding toch? Ja, een leuke jongen ik. Leuke jongen met je werkje. Cambuur spelen dit seizoen in alle geval nog 6 wedstrijden plus eventueel nijcompetitie. De kans is groot dat het de laatste wedstrijden worden zullen van Sekou Silla in het geel-blauw. Hij had te jaren gekregen dat zijn contract net verlengd wordt. En dat, ja, voor nu voor hem wol. Tuurlijk, het was dan ook gewoon een verrassing voor mij. Maar ja, dan moet je gewoon kunnen accepteren en gewoon lekker doorgaan. Je had wel verwacht dat ze je contract, ja, de optie zouden lichten. Dat ze zouden aangeven dat ze verder met je zouden willen? Ja, dat had ik ergens wel verwacht. Maar ja, dat kan ook gewoon de andere kant opvallen. Dat is voetbal eenmalig. Dus natuurlijk, ik zat er even mee. Maar ja, nu is het gewoon lekker belangrijk om zoveel mogelijk minuten te spelen. En gewoon weer belangrijk te zijn voor het elftal. En Silla kan het wedstrijdlitten tegen ADO Den Haag als linksback. Vierde dus in je wijziging. Matthias Natti zit voor het eerst in de basis omdat Remco Balk skorst is. De dieperingsfase van de wedstrijd hard beslist net door. Het eerste wapenfeit van Cambuur is deze kopbal van Marco Tol. Die pakt weer gekend toch Nick Marsman, de keeper van ADO Den Haag. Maar ja, als dit de grootste mogelijkheid van Cambuur in de eerste helft is, dan weet je wel genoeg. De Ljouwers hebben eens net zo volle te vertellen tegen ADO Den Haag. Die ploeg is beter. Maar Henk Veerman, wat een geweldige oorname. Alleen nog Yannick van Os voorkomt de 1-0 voor ADO. Maar jongens, Henk Veerman, wat doet hij dit briljant. Je kan je alleen nog maar stil voor wezen. Want het is een geweldige oorname van Henk Veerman. Ja, eens verdient er een doelpunt. Maar gelukkig van Cambuur valt die net. Het hichtepunt van de eerste helft. Wat mij onbelangt. ADO, nog altijd in de onval. Daar komt hij weer, de voorzet op Henk Veerman. Deze inzet gaat oer de goal. Cambuur had dat lastig. Tjin, ADO, dat mij een heel soort routinier speelt. Bij Cambuur, jonge jongens. En net zo volle te Bolibien. Dus dan mat je ergens oors je willen maar uit hellen. De tweede helft dan. Een ingooi voor ADO. Dan giet het vlug. Daar is hij weer. Henk Veerman. Kappen draaien. Boom. 1-0 voor ADO Den Haag. Hij doet het weer. Hij scoort altijd tegen Cambuur. Is het nou in een Heerenveen shirt? In een Volendam shirt? Of nou dus in een ADO shirt?
Veerman die scoort tegen Cambuur. Het is hetzelfde als dat wetter wie het is. Het is gewoon zo. En ik nou weer. En ik dit doet hij eerlijk is eerlijk heel aardig. 1-0 dus voor ADO. En de Hagenaars die willen terug. Hier is het Robert Soldriekis die de bal van de Lino helpt. En daar hier het zomaar al 2-0 willen kennen. Ek in de begin van de tweede helft had Cambuur net zo volle te vertellen. Dit is Matthias Natti, de basisdebutant. Prima eerste wedstrijd. Al had hij hem ek net echt een heel soort chanlid te kennen. Hier is Sekou Silla, maar de voorzet. Oh, is het wel een voorzet? Die bal die gitsie in de peel. En dan is het uiteindelijk ADO dat goed wij komt. IJswiet een hele minne voorzet van Silla die het dochs op de goal komt. Over tot Leon Bersma hier aan de orenkant. Dan gaat het in Ike Hut. Veerman. Henk Veerman met Marco Tolts in oren. Veerman met Scott. Maar die bal gaat in het ziet net. Dan gaat het Hut van de ene naar de orenkant. Een bal op de peel van Cambuur. Want een bal in het ziet net van Veerman. Henk de Jong, hij zult wat betinken matten om de wedstrijd waarom te krijgen. Om de grip op de wedstrijd waarom te krijgen. Maar dochs bleef ADO ook gevaarlijker. Dit is een hoekskop. Die komt weg bij de eerste peel. Wordt voorthellen. Scrimmage. En dan geeft die bal uiteindelijk maar krijgt Jonk in de goal. Scott van Matteo Waam. Maar eens hebben je net echt het gevoel dat Cambuur een doelpunt met Cecil joert. Het moet een tafelstreffer wezen. Misschien dat hij onsteend is. Uldrikis. Schut Jonk hem verder de Jong. Mooie combinatie. Dan komt de bal bij Milan Smit. Is dit hem? Nee, de redding is van Nick Marsman. Het hier een heel mooi doelpunt wezen kennen. Mijn onvoldoende meerdere skieven, één keer rijtje. Uiteindelijk redt Marsman de inzet van Smit. Wiksels dan bij Cambuur onder oren Disse. Wiebe Kooistra komt in het veld. Maar de Harrekiet verliest de bal aan Henk Veerman. En die liet een gevaarlijke counter in. Onder de rechterkant een heel soort rondte van Kudosu. Smit hij de wedstrijd in het slot. Bal wordt naar onrekken door Silla. Yannick van Ossen, oh hij liet hem wel los. Het wachtje is ont ADO de loeker oerhellet. Maar uiteindelijk is het de redding. Het schot van Alex Schalk. Maar daar zegt Yannick van Osden weer net goed uit bij die hege bal. Het bleut liek was in je 0. En daardoor zit Cambuur nog altijd in de wedstrijd. Maar hier komt ADO weer. Hoe de rechterkant Daryl van Michum. Git van Tony Jonkerdel. Is dit de strafskop? Nee, zei skierzuchter Stan Teuben. De Sil Jonker bliert mij wezen. Contact is er wel bij Van Michum die het var Jonker del kruist. Alleen dan ga ik dit wel makkelijk naar de groen. Prima beslissing van Teuben. In de slotfase dan Cambuur. Het schot van Marco Tol. Wer hij die het besiekert. Liek als de kopbal in de eerste helte. Maar echt gevaarlijk wordt het net. Nee, het is duidelijk. Cambuur speelt een wedstrijd die het verliest. En dat zet ADO nog kreeg bij. Maar dit schot van Dorazo Klas in de vierde hoek. Poetenbrik van Yannick van Os zet hij de storm op 2-0. En dat is ek de eindstorm. Mooi doelpunt van de ADO middenvelder. We bijtje wel af hier kennen. Hier van Os je net meer ondwang kennen. Al valt hij ik wel heel vrij binnen. Nee, Cambuur verliest. Na 2 overwinnings weer een keer. Mijn tank aan Henk Veerman. Want waar hij scoort tegen Cambuur. Ja, Veerman is. En hoe hij die bal uit de loft pakt, dat is net normaal. He, maar dat is. Ja, zij ben saffolle meer kerel. He. Als die opstelling zoals en Sjossi geboren namens. Ik ben ooit in de 90e jaren geboren. En dan komen wij aan. Ja, dat Sjoss dan als verschil in spul, in duels. In voetbal, goh, maar daar moeten wij aan wennen, aan werkje. En daar ben we mee bezig, dat verschil weer te groot. Hoe kijk je terug op je basisdebuut? Als ik heel eerlijk ben, wel wat teleurstellend, omdat we gewoon verliezen. Ik denk voor mezelf dat ik achteraf hier wel terug kan kijken, dat het natuurlijk een mooi moment is. Maar we hebben verloren, dus daar zit ik gewoon het meeste mee. Dit verschil weer gewoon te groot. Piet, de man, de kerels, tjenne jonkjes? Ja, maar dat hindert niks. Ja. Maar dat is wel zo natuurlijk. Hè. Wat zij inbrengen en wij brengen jonkjes van Sontje en Achtje hierin. Maar dat vind ik mooi. Dus dat hindert niks. Daarom hebben we het gooien er gewoon in. Daar hebben we de komende jaren een hele hoop profijt van. Alleen een nou is het even lastiger. Maar dat is dus bank, al die jonge gasten. Dus let zich maar spelen. En dan verliezen we maar zo'n moeilijke wedstrijd. Waar de jongens alleen maar beter van. En Tony Jonker komt erin, dus krijg Achtje. Als hij even een keer gelokt, mijn familie. Ja, weet even wat mannenvoetballen is. Maar daar wordt er alleen maar goed van. Dus dat hindert niks.
Ik denk dat wij weinig kansen hebben gecreëerd. En hun voetballend gewoon efficiënt waren. Balletje neerleggen, eronder spelen. En ik denk dat hun wel de terechte winnaar zijn voor vandaag. Tot de nederlaag maakt Cambuur weer een stapje te bek dwan. Het staat op het 12e plak met 44 punten nu 33 wedstrijden. De concurrenten in de strijd om de playoffs tickets, FC Emmen en VVV Venlo, komen later dit weekend nog in actie. Bovenin is Willem II nog altijd de koprenner, met Roda JC als nummer 2. Ontzag via dit Cambuurjournaal. We moeten even wachten op de volgende aflevering, want Cambuur speelt het pas manje oer een wieke, de uitwedstrijd in Jong Ajax. Dan ben wij er dus tiensdiers weer. Ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdaag Vermogensbeheer.